Wat betreft Rijkswaterstaat kon de maximumsnelheid op de A50 tussen de knooppunten Valburg en Ewijk en op de A77 tussen Boksmeer en de Duitse grens eind mei worden verhoogd naar 130 km per uur. En dat gaat niet door. De gemeente Os pleit er namelijk voor om de snelheid juist niet te verhogen, maar op 120 km per uur te houden. Voor het deel van Maasdonk naar Paalgraven op de A59 wil Os dat de snelheid naar 100 km per uur wordt teruggebracht, omdat de afslag Os-Oost in haar ogen niet veilig is.